En ze zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. En ze komen de laatste rechte lijn in. En de leiding is nog altijd in handen van Everglide Rapida. Everglide Rapida heeft nog altijd een lengte. En dit gaat hij wel winnen hoor. Go baby! Go, go, go! Everglide Rapida met een halsje. Tweede plaats Cassandra D. Derde, geweldig gelopen. Course I do. En die kans laten we natuurlijk niet lopen, dames en heren, als voorzitter van de NAC, om onze toprijder Willem Brouwer te feliciteren. Hij wint deze koers, is inmiddels officieel, met Everglide Rapida. Trainer Bas Krewas staat naast me. Bas, hij is er weer, hè? Ja, top, top. Die twee voorbereidende koersen hebben heel goed gedaan. Ah, Wim heeft supergreep, Wim mooi, fantastisch. Wim en zijn beide zonen winnen vandaag. Dat is toch uniek, man? Niet normaal. Drie Brouwers vandaag als winnaar, dames en heren. En Willem zit heel rustig achter zijn paard. Willem, heel kort even bijpraten. Ja, je moet rijden met de grasbaankampioen van vorig jaar. Legt dat druk op je? Daar heb je geen last van, hè? Nee, dat geeft alleen maar gemak. Ik ga liever met een goed paard als met een slecht paard. Ging het makkelijk? Ja, ze kan natuurlijk enorm vertrekken. Cassandra deed ook. Maar ja, ik wilde gewoon de kop houden en ik wou de koers aan je hand zetten. En ging prima. Super. Willem Brouwer, dames en heren. Hij is op weg naar de leidende positie bij de amateurrijders. Vergeet dat ook niet, want het gaat ergens om. We hadden jarenlang Fred Handelaar als kampioen, de man uit Hilversum. Die is gestopt als rijder. We zoeken zijn opvolger. Bas, kom er eens even bij. Is dit zijn opvolger, denk je? Ah, laat hopen wel natuurlijk. Willem rijdt heel veel voor mij. Dus ik hoop dat hij heel veel voor mij wint. En dan hoop ik dat hij de opvolger van Fred is. Absoluut. Dames en heren, even een applaus. Willem Brouwer, hij wint de laatste vandaag hier in Hilversum. Wat een fantastische dag. Laatste koers van vandaag, dames en heren, de Nederlandse Amateurrijderclubprijs. Nederlandse amateurrijders die altijd sponsoren op gras en hun eigen leden mogen daar altijd starten. En dat is vandaag ook het geval. 7 combinaties bij de start en ze zijn er klaar voor. De deelnemers zijn onderweg en de leiding wordt genomen door Everglide Rapida aan de buitenkant. Cassandra D. Derde plaats voor Course I Do. Dan Fleur Zwageman. Hele slechte start voor Banterboy. En die moet in de achtervolging. En zo gaan de deelnemers de eerste bocht door. Leiding daar in handen van Wim Brouwer met Everglide Rapida. Galoppade van Cassandra D. Maar die loopt ook gelijk weer. Het waren nog geen 2 galopsprongen. Het waren er nog geen 2, Jijp. En ze zijn alweer in de rechte lijn overzijde. Zijn halverwege de rechte lijn overzijde. Tempo gaat naar beneden. En dus kan ook Banterboy straks weer aansluiten. En het is Everglide Rapida die leidt. Course I Do ligt op plaats 2. Cassandra D. op plaats 3. Daarachter op plaats 4 zien we dan de kleuren van Zwageman. En dat is Fleur Zwageman. En daarachter volgt dan Sandra Winkelman. En Sandra in deze koers onderweg, dames en heren, met Clash Flow. En zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. We hebben nog 2 ronden te gaan. Het achterste pelotonnetje bestaat uit 2 paarden. Eagle Transair en Banterboy. En die zijn in de achtervolging. En zo zijn ze in de rechterbocht. Zon is inmiddels weggezakt, dames en heren. Maar we hebben nog daglicht en dat is mooi. Ga de rechte lijn overzijde in. Everglide Rapida leidt. Everglide Rapida was vorig jaar de beste draver op gras. Grasbaantrofee gewonnen. Die ligt aan kop. Uitgeschakeld nummer 6, onregelmatig. De 6 is eruit. Eagle Transair. En zo zijn de paarden op weg naar de linkerbocht. Leiding dus in handen van Everglide Rapida. Tweede plaats is voor Course I Do. Een van de trouwe dravers uit de stal van Henk Houwing. En die wordt gevolgd op plaats 3 door Cassandra D. Paard dat je eigenlijk aan kop verwacht. Dat wilde Samantha Stalker ook. Maar ze kwam daar niet. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. En we hebben straks nog 1 ronde te gaan. En nu komt er wat beweging in het veld. Leiding in handen van Everglide Rapida. Everglide Rapida, Course I Do. Aan de buitenkant komt Fleur Zwageman. Daarachter aan de relingzijde Cassandra D. Course I Do gaat naar het tweede spoor. Doet hij mooi op tijd. Kijk, die Banterboy is aan de binnenkant. Die is er weer bij. En die ligt gewoon 4e aan de relingzijde. Met Erik van den Berg. Die de afgelopen dagen in Las Vegas onderweg was. Ze zijn blij dat ze hem daar kwijt zijn. Want het is nogal een mannetje. Hij is er vandaag bij in Hilversum. En we zijn blij dat hij er is. En we zijn halverwege de rechte lijn overzijde. En de leiding is in handen van Everglide Rapida. Tweede plaats aan de buitenkant Course I Do. Daarachter Cassandra D. Banterboy heeft nog wel wat over. Daarachter Fleur Zwageman en dan Cashflow. En ze zijn inmiddels
halverwege de laatste bocht. En ze komen de laatste rechte lijn in. En de leiding is nog altijd in handen van Everglide Rapida. Everglide Rapida heeft nog altijd een lengte. En dit gaat hij wel winnen hoor. Go baby! Go, go, go! Everglide Rapida met een halsje. Tweede plaats Cassandra D. Derde, geweldig gelopen. Cosaidu.